Maurits. Ja? Weet je wat voor film dit is? Een stomme film. Oké, okay. Sorry. En wat is dat dan precies, een stomme film? Een film waarin de acteur niet praat. Nou, ze praten wel, toch? Hoor jij geluid dan? Nee, ik hoor geen geluid. Maar ik zie ze toch praten. Ik zie hun monden bewegen. Nee, maar dat is toch saai als je geen geluid hoort? Ja, je bedoelt dus dat wij het inderdaad niet horen? Nee. Oké, okay, maar dat heeft wel alles te maken met jouw vraag, toch? Ja. Mijn vraag is, hoe neemt een acteur een animatiefilm op? Hoe die dat inspreekt? Ja, hoe die dat inspreekt. Nou, vind ik een goede vraag. Zet het uitzoeken. Ja. Nu? Ja, dit is toch een stomme film. Maurits en Jesse mogen bij het inspreken van de nieuwe animatiefilm Early Man zijn. Deze film speelt zich af in de tijd dat er prehistorische schepsels en mammoeten over onze planeet wandelden. Stemregisseur Daan is druk bezig met de laatste opnames. Hallo, goedemiddag. Hallo. Hi. Hallo. Mogen we weer hard praten? Ja. We waren heel stil aan het luisteren, omdat we dachten, straks horen jullie ons. Hey, kom lekker binnen. Hi. Oh, dit is wel heel mooi. Hallo, hallo. Jij wil ons loslaten op een 5-ton bottenkrakende mammoet? Ietsje meer tijd in de eerste zin daar, Arjen. Jij wil ons loslaten op een 5-ton bottenkrakende mammoet? Het is net een verrassing. Ah, hi. Eindelijk frisse lucht. Dankjewel. Hoi. Hoi, ik ben Arjen. Hoi. Kom je even kijken? Ja. Wat leuk. Het ziet er echt heel mooi uit hier. Hey, jij bent dus het stamhoofd. Ja, ik ben het stamhoofd. Ze dachten een oude, kale man die een beetje chagrijnig klinkt. Dat past Arjen dan, Lubach. Ja. Ja. Heb je een andere onderbroek aan? Ja, ik heb hem met Tongo geruild. Kampioenen. Mm-hmm. En is het nou moeilijk om zoiets in te spreken? Het is soms wel eens lastig, want je moet wel echt even zoeken naar... Het moet dus echt in timing zitten, de inhoud moet kloppen, het moet passen bij de bewegingen. Weet je wel, als hij zo staat van, hé, hey, hierheen, dan kun je niet zeggen, hierheen, hey, hierheen. Dus het moet ook daarbij passen, dus je moet eigenlijk aan 4 dingen tegelijk denken. Maar dan word ik gelukkig, weet je, het voordeel is, het hoeft niet live. Dus als ik het fout doe, mag het nog een keer, en het gaat zomaar door... Tot ik op een gegeven moment 5 dagen extra moet komen. Dan gaan ze bellen en zeggen, we bellen iemand anders. Maar als je het een beetje beperkt houdt, dan kan het. Als ik mijn arm omhoog doe, dan doet hij zeer. Dan moet je dat niet doen. In Early Man moeten meer dan 100 verschillende karakters worden ingesproken. En Daan heeft een verrassing voor Maurits. Lijkt het je eigenlijk niet hartstikke leuk om misschien zelf wat te proberen in deze film? Ja. Ja? Nou. Mag hij hier iets voor gaan... Ik denk dat we dat gewoon moeten gaan proberen. Ja. Dat is echt super vet. Ja. Dat vind ik ook super vet. Je krijgt mij niet uit dit hokje. Koptelefoon op. En dan hoor je dus de regisseur hoor je. Ja. En je hoort jezelf als het goed is. Ook. Ja, lekker stevig en hard. En nou ja, het bovenste scherm is dus de film. Ja. Het onderste scherm is jouw tekst. En de groene dingen, dat mag jij doen. Nou, ik ga die kant op. Ja. Ik doe de deur dicht. Succes. Dank je. Je hoort dat het hele stadion, hè? Je ziet alle handen omhoog gaan, we gaan juichen. Hoi, hoi, hoi. Ja. Dus nou mag jij het gevoel tot je nemen dat je in een voetbalstadion zit en iemand roept olé, olé, olé. En jullie gaan met z'n allen daarop reageren. Ja. Ja? Olé, olé, olé! Olé, olé, olé! Hoi, hoi, hoi! Ja, probeer hè, om dat gevoel te benaderen van de hoi, 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 je armen mee te nemen. Dat je gaat hoi, hoi, hoi! Ja. Ja? Dan zit je meteen lekker in de sfeer die het nodig heeft. Olé, olé, olé! Hoi, hoi, hoi! Helemaal mooi. Maurits, je lukt wel zo, hè? Ja. Top! Ik zie je bij de première, hè? Ja. Leuk! Doei. Doei. Doei! 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 Ik heb voor jou ook een rolletje. Daar ben je echt alleen te horen. Want je gaat geen mens, geen man, geen jongetje spelen, maar je wordt een oerrups. Wat? De oerrups. Wat je hoort is de eerste keer is dat een wat langer geluidje is. Probeer dan de lengte van de geluidjes die je hoort over te nemen. Je hoort een beetje dat het een soort moeilijk geluid is. Ja. Ja?
Ga hem nog een keertje proberen. Zullen we samen hier even kijken en beoordelen of die mooi geworden is? Ja. Hartstikke goed. Kom lekker deze kant op. Ik vind hem eigenlijk best grappig. Ja, ik ook. Het is toch, je ziet hem toch vooruit kruipen? Ja. Ik wil je eigenlijk wel heel graag jouw bijdrage bewaren en gebruiken voor de film. Nou, dan moet je lachen tijdens de première. Ja, dat denk ik ook. Ja? Ja. Een paar weken later is het zover. De première van Maurits als Oerups. Leuk je weer te zien. Ja, alles goed. Hoe gaat-ie? Ja, goed. Maar zullen we naar binnen? Want het is ijskoud. Ja. En ik heb een gat in mijn broek. Snel. Ja? Wat is nou het nut van een première? Een première is eigenlijk de eerste keer dat de film wordt getoond, vertoond. Daarom heet het ook première, ja. De eerste. De première is ook het moment om de film bij de pers te promoten. Nee, ik heb een jongen van Willem Wever bij me. Maurits. Want hij heeft namelijk de oerrups ingesproken. De oerrups? Ja. Nou, doe eens een stukje. Ja, dat mag ik niet zeggen. Nee? Nee. Oké. Okay. Het is een heel zwaar contract getekend. Nou, ik merk het. Ja, dan moeten we het zo maar gaan zien, hè? Ik ben helemaal schor van al die pers. Hoe was het nou met al die pers? Ik vond het wel leuk. Ja, weet ik veel. Het hoort erbij. Het hoort erbij. En het zijn tien, dat is ook zo, als je dat dan, als je goed oplet, dan merk je dat ze 10 keer hetzelfde vragen. Dus dan moet je elke keer weer vrolijk weer precies hetzelfde zeggen. Hoe is het? Goed. Ja? Voelde je jezelf een beetje een ster? Ja. Heel erg? Heel erg eigenlijk. Cool. Wel, ja. En zie je jezelf dan ook later dit nou ook doen? Want... Ja, acteur. Dat is nummer 1. Ja, en als dat nou niet zou lukken, dan zou ik wel doorgaan achter in de techniek. Oké, maar dat nemen we dan gewoon als plan B. Want we gaan er gewoon in eerste instantie van uit dat je acteur wordt, toch? Ja. Zullen we dat afspreken nu bij deze? Afgesproken. En dan komen we elkaar later tegen? Ja. En dan ben jij wereldberoemd. Hopelijk wel, ja. Leuk.